Hi, Waterman. Even kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 4. En het is van maandag 21 januari tot en met zondag 27 januari. En als de kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou in petto heeft. Dan lijkt het een week te zijn waarin je voor jezelf je hebt een bepaald beeld gekregen of je hebt een bepaald aanbod gekregen. En het komt ook een stukje uit jezelf, maar het kan ook van iemand anders komen. Wat je eigenlijk misschien al een beetje hebt geweten, maar er is een bepaald aanbod waar je echt op in moet gaan. Het lijkt een stuk te geven waarin je een bepaalde samenwerking aangaat, waar je een bepaalde groei gaat maken. Het maakt niet zo heel veel uit. Er komt een groei, een beweging, een verbinding, wat je heel erg prettig geeft. En wat je ook financieel een stuk zult gaan geven. En het kan zijn dat het misschien niet nu meteen is, maar dan wel op de langere termijn. Het is echt iets wat je investeert in jezelf. En je wordt er ook nog eens een keertje ontzettend heel erg blij en gelukkig van. En ik heb ook het gevoel dat je dit dan weer wilt delen met andere mensen. Dus het is echt een win-win-win situatie. En daar ben je heel erg goed van bewust. En dat voelt gewoon fantastisch. Dus ik zou zeggen, Waterman, geniet hiervan lekker deze week. En dit was het alweer. En ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik zie je graag volgende week weer met je super fijne week.